De Bollenstreek. Een uniek en kleurrijk gebied in de kop van Zuid-Holland. De prachtige velden tulpen, narcissen en hyacinten trekken jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen. En zowel de bollen als bloemen zijn een belangrijk exportproduct voor Nederland. Maar wat komt er allemaal bij kijken om die bollen op het land en de bloemen bij ons in de vaas te krijgen? In deze serie volgen we een jaar lang het werk van 11 bollenjongens. Jonge ondernemers in de Bollenstreek die het hele jaar door druk zijn op het land en in de schuur. Bart, Mark, Lucas, Tim, Ruben, Frank, Carlo, Alan, Martijn, Daan en Stan. Bollenjongens. Het verhaal van de Bollenstreek. Toen, nu en in de toekomst. Eigenlijk alles wat hier in de streek staat, kom je in het buitenland wel tegen. En ja, omdat je vakjes let je er ook op. Dus ik zie het ook altijd. Wat wij maken, dat het de hele wereld over gaat. Ja, dat is mooi, zo leuk om te zien. Ik ben laatste keer mee geweest met een lijnrijder. En dan kom je eigen potjes tegen in Zweden. Dus dat is wel gaaf om te zien eigenlijk. Als ik dan onze eigen bloembollen in het buitenland zie liggen, ja, dat is toch wel een. Dat geeft toch wel een voldaan gevoel. Daaruit blijkt dat je een product levert dat wereldwijd gewaardeerd wordt. En ook de kwaliteit heeft om wereldwijd toegelaten te worden. Je hoort ook vaak dat exclusieve bloemen echt wel naar trouwerijen gaan van mensen die er echt geld voor over hebben. En dat maakt je wel trots. Ja, het is een uniek product wat in Nederland geproduceerd wordt. En er wordt steeds meer verplaatst naar het buitenland. Maar uiteindelijk kunnen we hier altijd nog de mooiste, de beste bollen telen. De bollen zijn gerooid, gepeld en gesorteerd en klaar voor de export. En dan gaan de honderden miljoenen bollen uit de Bollenstreek de wereld over. Have you received your tulips yet? Lucas werkt bij een grote exporteur in Hillegom. Deze exporteur koopt bollen van kwekers om ze vervolgens te exporteren. Maar voordat de bollen het land kunnen verlaten, moeten ze nog op meerdere aspecten worden gekeurd. We letten op de huid. Dus dat velletje. Dus het velletje wat erop zit. Of er veel grond op zit. Maar deze bollen zien er wel mooi uit, toch? Ze zijn redelijk schoon. Zit er wel een beetje op. Nou, voor ons is het niet schoon, zeker niet. Eigenlijk spoelen we alle bollen die van de klei komen, gaan gelijk de spoelerij in. Om ze echt helemaal schoon. Ja. Want er mag geen zand of klei op zitten als ze naar het buitenland gaan. Exact. Want? In veel landen heb je een verordening, fytosanitaire verordening, dat je geen zand mag exporteren. Oh joh. Hey, en je had het over die velletjes. Nou, die hier zit, deze is een beetje wit. Hier zit het velletje nog wel op. Wat is dan goed? Want ik zou denken, joh, zo'n bol gaat de grond in. Maakt jij het nou uit of er een velletje om zit of niet? Er zijn klanten die leggen het in de supermarkt. Gewoon zo. Leggen ze een bol in de supermarkt. Kijk, en als je deze erin zou leggen, dan zouden de consumenten niet kopen en deze wel. Maar het is eigenlijk hetzelfde als kromme komkommers. Het oogt niet en dan verkoopt het ook niet. Want wat ook nog wel grappig is, in Japan, waar wij klanten hebben, liggen de tulpen één voor één in de winkel. Dus in los. De krat. Los in de kratten. Maar hebben ze wel overal een strikje omgedraaid. Ja, het is heel bizar. Op maar, elke bol een strikje? Ja. En dat ligt... Waarom? Nou ja, dat zijn Japanners. We komen net van de spoelerij. Ja. Daar worden ze dan, na de spoelerij, worden ze gelijk gedroogd. Ook weer voor de droogwand gezet. Ja, voor de droogwanden. En dan komen we nog hier. Nog meer bollen. En hier oh, zetten ze... zijn schoon. Hier zetten we ze neer. Zo, nou, joh. Die zijn net gespoeld. Dat glimt gewoon, joh. Ja, keurig, hè? Nou, zo wil je hem kopen. Een spiegeltje. Uiteindelijk worden ze hier gekeurd door de keurmeesters van de betreffende landen waar ze heen gaan. Dus er komt hier een Chinees of een Japaner of een Amerikaan naartoe met z'n... Ja. En die gaan hier rondlopen? Ja, die gaat hier rondlopen en die checkt iedere partij, iedere soort. En dan zegt hij van, nou, dat mag wel en dat mag niet. Dat moet je nog een keer spoelen of dat moet je nog een keer uitzoeken. En dan wat een gedoe, joh. Ja. Ik zou denken van, ja, het gewoon een keurmeester uit Nederland, onafhankelijk. En die keurt dat voor die landen. Maar dat komt dus vanuit de hele wereld hierheen vliegen.
gaat hier in deze hal rondlopen om... Een aantal landen heeft, hebben die besteden het uit aan Nederlanders, joh. Maar sommigen komen zelf. Doe je ding. En sommigen die staan erop dat ze het zelf zien. Nou, dan hebben we de keuring doorstaan. Dan is het goedgekeurd. En dan, komt het, dan gaan we het stapelen. Stapelen? Op met, zei ik dat zo? Ja. Dan gaan we het stapelen. En dan... Oh, dan komt er zo'n net kartonnetje op. Ja. Oh, en nu is het netjes. Nu is het gewoon af. Hé, hey, en in deze kratjes wordt het ook geëxporteerd? Ja, klopt. Waar gaat dit heen? Deze gaan naar Nieuw-Zeeland. Naar een... Waar staat dat? Dat moet hier staan. Oh, dat is de klant? Ja. Nou, je mag dat niet weten wie de klant dat is, dat je je naam ervoor houdt. Ja. Je mag schijnen. Ja, ik ga niet aan iedereen ophangen welke klant wij beleven. Oh, is dat concurrentiedingetje? Nou, dat zeg je gewoon niet. Ook het bedrijf van Allan exporteert bollen. Hier wordt in de zomermaanden bijna dag en nacht gewerkt om de bollen van dit seizoen te verwerken en op tijd te kunnen exporteren. Onvoorstelbaar. Ja, toch? Hè? Heel vet inderdaad. Volgens mij ben jij ook nog steeds onder de indruk als je dit in je eigen bedrijf ziet staan. Ja, ik kom hier niet zo vaak boven, moet ik zeggen. Maar als ik er dan kom, dan denk ik altijd van wow, dit is echt heel veel bollen. Hoeveel bollen staan hier? Nou, dat weet ik niet precies, maar het zijn er wel miljoenen eigenlijk. Ja. Tientallen miljoenen? Tientallen miljoenen, ja. Wij zijn een kwekerij, maar we zijn eigenlijk ook een exporteur in één. Dus de bollen die wij zelf op het land hebben gekweekt, die gaan ook... Die pakken naar wij ook in Italië, Rusland. Dus wij doen eigenlijk de hele cyclus van op het veld tot in de supermarkt. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Terwijl sommigen zijn alleen teler, sommigen zijn alleen exporteur, maar je hebt er ook bij die alles doen. Ja, klopt. Maar jullie zijn ook wel een van, jullie zijn eigenlijk de grootste teler in de hele regio hier, toch? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Misschien wel. Ja, natuurlijk wel. Qua bollenoppervlakte, qua land en qua export. Ja, voor tulpen in deze regio misschien wel inderdaad. Ja. Is dat nou zo moeilijk om dat te zeggen? Ik probeer bescheiden te blijven. Oké, heel goed. Hé, hey, is het nou ooit wel eens gebeurd dat er twee van die stapels of drie van die stapels om zijn gevallen? Want ze staan zo dicht op elkaar. Nou ja, dat kan altijd inderdaad wel eens gebeuren dat er iets omvalt. Dus ja, maar is het wel eens gebeurd? Ja, dus één keer was er inderdaad, waren drie soorten door elkaar ingevallen. En dat waren eigenlijk drie hele mooie soorten. Ja, maar die kun je niet meer uit elkaar halen natuurlijk als het op de grond ligt. Als het gemixt is, is het gemixt. Ja. En er was een Bulgaarse jongen en die zag er een beetje uit als Mr. Bean. En dan hebben we het de beanmix genoemd. En hij deed het heel goed. Oh, die heb je gewoon zo verkocht? Ja, goed verkocht als de beanmix. En welke gaat het worden? Deze hier. Oh, die? Ja. En welke is dat? Cream cocktail. Een soort van wit met geel. In een van de andere schuren op het terrein worden de bollen ingepakt voor consumenten. Er is net nog een order binnengekomen en die bollen moeten meteen naar de inpakmachine worden gebracht. Welke moeten we zijn? Wij lopen wel, we ik ga niet een half uur staan wachten, al het is een spoedorder, zeg je net. Nee, ja, we gaan wel even naar die. Oké. Oké, nou. Kom op, we hebben haast. Dit is een telmachine, die telt automatisch 7 stuks af, in dit voorbeeld. En dan komt dat zeg maar in een bakje. Oh, dat stel je gewoon in natuurlijk? Ja, kan ik gewoon instellen per soort eigenlijk, per klant, hoeveel ik erin wil. Ja? En dan gaat het zeg maar in een bakje straks omhoog. Wordt het straks ingepakt. Nou Johan, dus dit is eigenlijk het eindproduct waarvoor we het allemaal doen. Zo gaat hij naar de consument. Zo komt hij dus in een supermarkt of in een tuincentra. Maar over de hele wereld, hè? Dus niet alleen in Nederland. Naar 60 landen inderdaad. En uiteindelijk dan koopt een consument deze verpakking en dan plant hij hem in zijn eigen tuin. En dan, dan heeft hij in de lente weer een soort van geluksmomentje. Zeven bollen in een zakje. En voor een paar euro staan ze volgend voorjaar in onze eigen tuin. Maar we weten nu wel wat daar allemaal bij komt kijken. Een jaar lang waren we te gast bij 11 bollenjongens.
Jonge ondernemers die ons hebben laten zien wat er het hele jaar door op het land en in de schuren gebeurt. Om de bollenvelden in bloei te krijgen en miljoenen bollen te exporteren naar liefhebbers over de hele wereld. Het was een mooi jaar dat natuurlijk begon met de vraag hoe deze jonge agrariërs eigenlijk genoemd willen worden. Ik vind bollenboeren altijd wel leuk. Wij noemen onszelf kwekers en geen boeren. Niks ten nadele van boeren trouwens. Ja, wij zijn toch bollenjongens? Dus ik zou zeggen bollenjongens. Bollenjongens dus. En voor deze bollenjongens begint elk nieuw seizoen in de zomer. De grond wordt gevoed met een mix van grassen, een zogenoemde groenbemester. En kwekers zetten om de paar jaar hun land volledig onder water. Nou, dit is een biologische manier om de bodem te ontsmetten. Dat doen we eigenlijk om de schimmels, de bacteriën en het onkruid te doden. Dus eigenlijk breng je er water op en ze verstikken eigenlijk. Het kost minder gewasbeschermingsmiddelen om dit voor elkaar te krijgen. En als de grond is omgeploegd, kunnen in oktober de bollen de grond in. Jullie zijn altijd buiten, of vaak wel, hè? Of in de schuur of buiten. Ja, ja. Lekker? Dus, heerlijk. Ja? Ik kan niet de hele dag binnen zitten, joh. Word ik gek. Een van de redenen waarom ik voor dit vak heb gekozen. Jaarlijks worden er in de bollenstreek zeker 1 miljard bollen geplant. Tulpen worden gewoon op het land gekieperd, grond erover en klaar. Maar hyacinthebollen moeten rechtop worden gezet, zodat de bloem recht omhoog groeit en ze allemaal tegelijk boven komen. En dat gebeurt met de hand. Miljoenen bollen, stuk voor stuk. Hoeveel mensen zitten er in deze kar? Hier zitten 6 mensen in. Wij planten 12 regels met hyacinthe. Dus een regel is een lijn van voor naar achter. Ja. 6 mensen, 2 handen. Dat is precies 12, allemaal 2 regels. Ook in de keukenhof moeten in het najaar de bollen de grond in. Het is ons gelukt om een eigen bollenjongensperkje te regelen in het park. De bollenjongens zorgen voor de tulpen en die worden vol enthousiasme geplant. Nou, kun je het al voorstellen dat je de hele dag zo ligt? Nee. Jij wel? Ja. Als de bollen geplant zijn, gaan de bollenjongens niet naar het land zitten staren tot ze boven komen. Ook in de winter is er bedrijvigheid in de schuren. Stan is dan druk met het op pot zetten van hyacinten. Hoeveel van die potjes gaan er doorheen, Stan? Want hoeveel weken doe je dit? We zijn nu, even kijken, we beginnen half augustus. En dan zijn we tot meestal half januari bezig. Hè? Nee joh, maanden? Ja, maanden. Zeker. In dit tempo? Ja, zeker. Maar over hoeveel potjes hebben we het dan? Dat moet toch over tientallen miljoenen gaan? Ja, klopt. Maar dat is een business, in plaats van niks doen in de winter. Ja, nee, dat scheelt een hoop, ja. Ook Frank is druk in de winter. In zijn kassen worden dan tulpen gebroeid. 3 miljoen tulpen worden in kratjes geprikt om op water te kunnen groeien. En na 5 weken in de cel en in de kas is dit het eindresultaat. Hier zitten er 150 in een kuipje. Wat een... Hey, hoe is dit voor jou? Dit is mooi. Ik vind dit een feest. Ja, dit is een feest. Natuurlijk. Ja, kijk dan, karren met bloemen. Nu is het klaar. En gewoon voorjaarsbloemen. Ja, voorjaarsbloemen. Het is nu winter, we gaan naar de lente denk ik dan. Ja. In januari al het eindresultaat. Vaak wordt trouwens de vraag gesteld waarom er alleen maar bolle jongens in het programma zitten en geen bolle meiden. En wie kun je beter vragen hoe dat komt dan de bolle jongens zelf? Omdat het een vieze, gore klus is. Nee. Ja, als je het ene spectrum hebt Barbies en de andere spectrum trekkers, ja, dan gaat dit toch wel meer richting de trekkers. Maar als ze dan zelf een vrouw aan de haak hebben geslagen, is het soms best nog even zoeken naar de juiste balans. Ja, uiteindelijk gaat het werk altijd voor. En de rest kan je eromheen, kan je omheen plannen, zeg maar. Nou, heb je dat ook zo tegen Stephanie gezegd? Luister, alles leuk en aardig, maar het werk gaat voor. Ja, in principe wel. Ja? Ja? Bart heeft tussen de bedrijven door nog voldoende tijd gevonden voor zijn vriendin, want groot nieuws. Ja! Er is een klein bollenjongetje op komst. Nieuw leven dus en ook nieuw leven op de velden, want het is lente. De mooiste tijd van het jaar in de bollenstreek die dan vol in bloei staat. Net als ons eigen bollenjongensperkje in de keukenhof. En elk jaar weer trekt de bollenstreek meer dan 1 miljoen toeristen van over de hele wereld.
als je dan het voorjaar hebt en al die campers rijden op de weg en je moet er met de trekker voorbij. Nou, het duurt allemaal en dan zien ze daar weer een bloemetje staan en daar weer een bloemenveld. Nou, vaak als je aankomt rijden met een tractor en die mensen die kunnen al niet zo goed fietsen. En die moeten dan ook nog een klein beetje aan de kant van jou. Nou, dan gaan ze langs het slootkantje. Het gaat vaak maar net goed. Hoe mooi de velden ook zijn, er kunnen ook zieke bollen tussen zitten en die moeten er meteen worden uitgehaald. Mark laat zien hoe hij in een veld vol tulpen het mozaïekvirus herkent. Kijk, hier staat er een. Dat is een virus, of een mozaïekvirus. Dat is een mozaïek. Oh ja, ik zie het. Jeetje, kijk, man, dat is een heel ander bloemetje. Ja, je ziet echt een beetje dat gevlamde. Echt een beetje mozaïek. Oh, en hij is ook wel iets donkerder. We gaan richting de zomer. De bloemen worden gekopt, de bollen gerooid en verwerkt in de schuur. Om vervolgens met honderden miljoenen tegelijk te worden geëxporteerd. En dan is het jaar alweer voorbij. Een jaar waarin de bollenjongens ons hebben laten zien wat zij allemaal doen om van de bollenstreek elke keer weer die unieke plek op aarde te maken. De komende jaren gaat er veel veranderen voor de bollenjongens. Er zijn mooie innovaties in de bollensector, zoals de ziekzoekrobot en deze scanner die de grond tot op detail in kaart brengt en aangeeft waar je wel, maar vooral ook geen gewasbeschermingsmiddelen moet gebruiken. Maar hoe kijken de bollenjongens zelf naar de toekomst? Ligt er allemaal mooi bij, Tim? Ja, nu nog wel, ja. Nu nog wel, maar dit is de plek waar wij een paar maanden geleden deze hyacinth hebben geplant. Ja, dat klopt. Hier heb je gefilmd met planten, ja. En nu staat het in volle bloei. Was nog dat karretje waar die mannen allemaal alles recht op... De harde werkers, ja. De harde werkers, maar dit is wel een mooi resultaat. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Toch? Ja. Ja, en dan sta ik hier met de bollenjongens. Er staat ook één bollenjongen bij die niet echt een bollenjongen is. Andries, jij bent van de Greenport, hè? Ja, klopt. Greenport Duin en Bollenstreek. Volgens mij heeft de overheid 4 of 5 Greenports aangewezen, hè, in Nederland. Ja, klopt. Wat doet een Greenport? Nou, verschillende dingen. Ze zijn maar 15 jaar geleden aangewezen omdat de overheid zei die topsector tuinbouw, waar ook de bollenteelt bij hoort, die willen we graag ondersteunen. En we denken dat we het beste kunnen doen als we in bepaalde gebieden waar al een cluster van bedrijven is en onderzoek en alles eromheen, als we daar onze innovatie gaan concentreren. En ook daarvoor werd hij natuurlijk al in samenwerking tussen telers en onderzoekers en op de onderwijskant, overheden, wordt hier samengewerkt om te kijken hoe je dat cluster op een nog hoger niveau kan krijgen. Dat proberen we op een goede manier te begeleiden. Zodat ideeën van onderaf, zo gezegd, en het geld van bovenaf en het beleid, dat het bij elkaar komt. Er is een aantal thema's waarvoor de verschillende partijen in de bollenstreek de komende jaren een oplossing moeten vinden. Bijvoorbeeld meer ruimte voor biodiversiteit en bollenvogels. De bereikbaarheid van de bollenstreek. Een goede balans vinden tussen de vraag naar woningen en voldoende ruimte voor de bollenteelt. En misschien wel het belangrijkste punt, een verdere verduurzaming van de bollensector. Dat is vrij lastig, omdat je natuurlijk eigenlijk... We hebben zelf als sector de vitale bollenteelt 2030 opgesteld. Dat is een gigantisch goed begin, zeg maar. Maar we staan ook echt aan het begin nog. Want het is eigenlijk 2030. Je denkt, goh, dat is echt nog een eind weg. Maar het is nog 9 jaar en dan zijn we er eigenlijk al. Dan wordt eigenlijk ook van ons verwacht dat je in 9 jaar alle problemen oplost. Ik denk als het ons lukt om ervoor te zorgen dat de streek open blijft, zonder dat we met al het druk op de grond dat het helemaal volgebouwd wordt. Als we het enigszins open kunnen houden, zie ik het positief. En ik denk ook dat wij dan als telers nog jaren door kunnen als we in ieder geval hard ons best doen ervoor. Maar ik zeg het, dan moeten we er wel voor zorgen dat percelen zoals dit hier, dat beschikbaar blijft in voldoende ook. He, dat land wat toch schaars begint te worden, dat je daar gewoon echt goed land, hè? Want je kan in je zin niet ieder jaar op hetzelfde perceel telen. Dus gewoon goed land, ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ik kijk wel hartstikke positief vooruit. Dit is een streek waar alle randvoorwaarden aanwezig zijn om ook in de toekomst een goede boterham te kunnen verdienen. En ook al zie je dat niet altijd, dit zijn hoogopgeleide jongens. Die hadden ook heel iets anders kunnen gaan doen als bollen kweken hier en toch kiezen voor het hier te doen. Dus ik vind dat mooi. Dat zegt iets over het vertrouwen wat hun in hun eigen toekomst hebben. Dat kan je volgens mij alleen maar steunen, zeg maar. Dus ik ben wel positief. Hoe ik het vond om bollenjongens te maken? Ja, leuk. Uiteraard. Ja, we hebben eigenlijk veel van onszelf kunnen laten zien, van onze bedrijven.
Ja, we hebben kunnen vertellen wat we doen, hoe we het doen. Ik verwacht dat ik het spannender zou vinden, maar voor mij ging het wel aardig. Ik ben gewoon mezelf, dus... Ja, ik vond het wel leuk. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb hopelijk goed kunnen vertellen wat mijn vak is, wat mijn passie is, waarom we dit doen. En ja, hopelijk ook veel mensen kunnen inspireren. Misschien wil je ook wel de bollensector in. Ja, dat is wel lastig. Ja, je moet alles zo vaak herhalen. Dat hoeft normaal niet. Zelfs tegen Poolse medewerkers kan je het gewoon één keer vertellen. En dan weten ze precies wat er moet gebeuren en hoe je het wil hebben. Zeker omdat jij natuurlijk weinig verstand nog had van de bollenteelt. Dus dan is het best wel leuk om jou wel eens wat wijs te maken. Jij probeert ons altijd in de zeik te nemen, maar dan nemen we jou ook wel eens in de zeik. Zoals jij dan, Johan, jij komt dan naar ons toe van, en dan zit je vragen te stellen. En daar heb ik dan bijvoorbeeld nog nooit over nagedacht. En dan denk ik van ja, dat is ook wel leuk om een keertje van een ander hoek die inzichten te zien. Nou, dit was aflevering 10, laatste aflevering. Voordat ik dit afsluit, wil ik jullie toch even meegeven dat ik hoop dat jullie genoten hebben van deze serie. Wij in ieder geval wel. Ik hoop dat jullie, als je straks dan die boer ziet gaan over het land met zijn trekker, dat hij in ieder geval een beetje weet wat hij aan het doen is. En dat dat toch allemaal is om die mooie bollenvelden weer in de lente in bloei te krijgen. Dit was Bolle Jongens. Met dank aan Bart, Mark, Lucas, Tim, Ruben, Frank, Carlo, Alan, Martijn, Daan en Stan. Zij vertelden ons het mooie verhaal van de Bollenstreek. Wil je de afleveringen van Bolle Jongens terugkijken? Meer informatie over het programma of de Bolle Jongens? Of wil je reageren op de uitzendingen? Ga dan naar bollejongens.nl.